En dan nu? Hallo kijkers. Eerst goed lezen voordat je ergens een handtekening onderzet, heb ik van huis uit altijd geleerd. Aanstaande woensdag wordt in de gemeenteraad het raadsvoorstel plankosten donjon en het raadsvoorstel inzet eenmalig krediet 1 miljoen euro voor cultuurhistorie in 2013 behandeld. Deze twee voorstellen zijn aan elkaar gekoppeld. Dat is heel verdacht, omdat daarmee de verschillende belanghebbenden tegen elkaar uitgespeeld worden. En dat is ook gemeen. Wat voor trucje flikt de wethouder hier? Ze heeft geld uitgegeven aan ambtenaren om allerlei zaken stiekem op de achtergrond te regelen om een neptoren in het Valkhofpark te krijgen. Daarom wordt de gemeenteraad nu wijsgemaakt dat er minder geld uitgegeven wordt. Ze schelden zogenaamd plankosten kwijt. Maar omdat het toch ergens vandaan moet komen, zegt ze dan in paragraaf 2 dat ze misschien subsidie van de provincie krijgen. En vervolgens in paragraaf 5 dat als ze die niet krijgen, dat ze het dan gewoon betalen uit de algemene reserves. Dat kan een snelle vergadering worden. Gewoon wegstemmen dat eerste deel en die anderhalve ton voor de stratenmakers door toezeggen en voortaan pas geld uitgeven als je het hebt. En ga je ook een potje zitten schamen omdat je de stratenmakerstoren al jaren aan het lijntje houdt en nu ineens twee keer zoveel geld wilt uitgeven aan een visualisatietje van de plein 44 brokstukken. Leuke zin aan het einde. Indien uw raad geen positief besluit neemt over de financiële tegemoetkoming, zal de realisatie van de donjon niet mogelijk zijn. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. En dat staat in paragraaf 3 en paragraaf 5.